bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly. Hoi maat, leuk dat je een nieuwe video. Vandaag gaan we weer SSO doen en ik heb er echt super veel zin in. Ik ben nu hier. Ik ben in Jarlheim. En ik had net ook al echt heel veel opgenomen en toen deed mijn geluid het niet. Dus kom ik weer helemaal opnieuw. Maakt niet uit, mijn geluid doet het en ik heb er veel zin in. Dus we gaan het doen. We gaan naar de bibliotheek. We houden het op biep. Breng de biep. Even kijken waar dan de biep is, want dat weet ik aan. Oh, hier. Dan gaan we lekker naar Moorland. Nee, dan ga ik naar... Jawel, we gaan wel naar Moorland. Want ik heb in die andere video... Misschien was het ook niet zo heel erg, want ik heb eigenlijk gewoon een kwartier staan rennen naar de andere kant van het land te gaan. Omdat ik geen zin had om een paardentaxi te nemen. En dat ik toen bedacht van... Weet je, laat ik misschien een paardentaxi nemen. Toen was er geen paardentaxi meer in de buurt. Dus dat ging toen al niet meer door. Deze outfit. Oh, wacht. Deze outfit. Oh, die vind ik echt heel cute. Maar... Wij moeten naar een Silverglade. Wij moeten naar de wijngaarden. Oh, oh. Waarom ik op dit paard rijd, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik deed namelijk een wedstrijd in die vorige, die nieuwere wedstrijd die er is. Ik vind hem niet super leuk, eerlijk gezegd. Zou ik gewoon naar Silverglade dorp gaan? Dan zie ik dan wel waar ik uitkom. En toen kon ik niet met het paard waar ik eerst op zou rijden. En toen heb ik deze maar gepakt. Alleen toen had ik geen zin om te wisselen. Daar heb ik nu eigenlijk nog steeds geen zin in. Dus we blijven lekker met deze rijden. Zo, let's go. Moest ik hier zijn? Nee. Maakt dat wat uit? Nou, ik kan het op zich wel daar naartoe rijden. Weet je, we zijn er toch bijna. Dit vind ik dan wel niet super erg. Maar ik moest net echt best wel lang. Ik moest gewoon van... Hier moest ik gewoon hier naartoe. Dus dat was wel heel even wel van... Oké. Dit valt nog wel mee. Hier kan ik nog wel wat routes tussen sneaken en zo. Dat vind ik nog ineens zo'n probleem in dit stukje. Die kan ik nog wel ergens tussendoor en zo. Dat gaat me wel lukken. Kijk, dan doen we gewoon zo. En dan heb je al heel het pad niet eens hoeven af te rennen. Is er vandaag weer een maaier? Ah, nee. Niet dat ik ervoor wou springen. Maar een beetje is gewoon leuk. Oh, daar was ik bang voor. Dat gaan we nog wel een keer doen. Want ik heb daar echt een hele mooie truc voor. Oei! Oh, ja. Oh, kijk hoe cute hij kijkt. Oh. Echt super cute. Oei, joh. Nou, gewoon stil in de lucht. Nou, we hebben het gehaald. We staan beneden nu. En we hebben echt een hele coole sprong gemaakt. Ik moet wel zeggen, hij was wel echt heel vet. Nu heb ik jeuk aan mijn arm. We gaan even springen. Als dat gaat lukken. Ja, kijk. Beautiful. Deze kan even weg. Kijk, we zijn er al gewoon weer, joh. Ik ben 3 minuten bezig. We zijn toch al aan de andere kant van de aarde gerend. Nee, joh. Zo. Ik moest... Ja, maar... Jawel. Nou, maakt het niet zoveel uit. Ik moest daar gewoon naar Silverglade toe. Dorp Silverglade moest ik eigenlijk gewoon heen. Moet ik ook echt in de biep? Want daar heb ik eigenlijk niet zo heel veel zin in. Nee. Rustig aan. Ik stap al af. Jullie stapt altijd aan de linkerkant af. Is dat nou iets psychopathisch voor mij? Het zal wel mij liggen. Zo. Ik heb vandaag echt overal jeuk. Oude tekst van... Begrijp ik denk dat... Ja, niet zo bijzonder zo. Praat met de mensen en zoek naar Alex. Huh? Oh, oké. We gaan even met een paar mensen praten. Let's go. Weet je, dat gaat wel lukken. Er zit iets in mijn oog. Volgens mij heb ik dit al eerder gedaan. Nee, waarschijnlijk kon ik het toen niet doordoen of zo. Check de stallen misschien. Ben ik eigenlijk iets te lui voor. Nou, hi, meneer.
haar gezien. Check de stallen. Iedereen zegt check de stallen. Nou, in de stal is niet heel veel te bekennen hoor, mensen. Daar heb ik niet zo heel veel aan. Bedankt voor je goede tip, maar ik heb er echt helemaal niks aan. Top. Leuk. Goed. Ja, fijn. Ja. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik nu zo verschrikkelijk erg omloop. Ik ga hier wel naar deze kant op. Kijk. Eigenlijk doen deze poppetjes nooit eigenlijk ook anders nooit wat. Een paar mensen in de tuin. Oh. Is het eerder overgelopen? Wat was het? Praat met Jel. Oh, we gaan naar Fort Pinta. Ja, tuurlijk, man. We gaan even naar Fort Pinta. Nou, dat kan ik er wel naartoe rennen, want dat is natuurlijk echt... Nou, ik heb mijn zin om toe te rennen. Eigenlijk niet. Pak gewoon lekker de paardentaxi. Ik heb geen zin om te rennen. Paard, kom hier. Sommige mensen hebben echt van die leuke paardjes. Ik wil ook zo'n leuk paardje. Dat is zo cute. Oké, ik heb geen zin om met de taxi te gaan. Ik ga even lekker zo. Poepoe. Ik heb echt trek, maar ik heb nog geen lunch gehad. Dus dat wordt later lunch voor mij. Maakt niet uit. We kunnen wel tegen een later lunch, toch? Ja. Waar zijn al deze paarden heen? Even serieus. Oh. Oh. Hé, hey, hier staat ook zo'n klein dingetje. Ik vind dat heel cute. Ik wil even kijken hoor. Daarna, wacht, we gaan zo weg. Want dit is toch zo'n... Nou, je kan me heel veel wijs maken, maar ik ga echt zo'n IJslander kopen binnenkort hoor. Je kan me echt heel erg veel wijs maken, maar ik ga dat echt binnenkort doen. Ja. Want ik wil dit gewoon. Ja. Ik hou nou echt niet, totaal niet van Arabiers. Oh nee, hou op. Ik ga echt binnenkort deze IJslander kopen. Ik weet nog niet wanneer, maar dat gaat echt gebeuren. Oh, joh. Deze gaan liggen toch, dacht ik. Oh nee. Wat doet deze? Oh, die heeft dat. Wat doet deze? Is wel mooi. Wat doet de Patofilo? Wat doet die? Oh, dat is ook wel cool. Nou, ik ga binnenkort... nu zijn er twee. Wacht, ik wil deze even terughalen naar die andere. Deze moet ik even terughalen naar deze. Anders klopt het niet meer. Zo. Maar ik ga binnenkort wel deze kopen hoor. Je kan hem echt aan ons wegen. Ik weet niet wanneer ik nu weer live ben. Of ik ga hem gewoon kopen in een video. Dat kan ook. Maar dat wordt echt mijn volgende paard. Neem de bus. Moeten we helemaal weer de bus gaan nemen, man? Ik ben echt... Waarom die bus er eigenlijk is, ik ga nooit met de bus. Maar dan ook echt nooit. Ik denk dat ik een paar keer ben geweest. Maar anders, ik weet echt niet eens waarom ik er vaak... Als ik er ben, ja, wat doe ik hier eigenlijk? Hier moet ik heen naar het winkelcentrum. Ga je zitten. Naarmate je dichterbij is. Oh, we gaan helemaal niks kunnen zien. Ik moest hierheen, toch? Of niet? Ja. Oh, je mag ook dan echt niet lopen. Oh, je mag ook echt. Oké. Okay. Oké, we gaan even snel. Ik vind het zo'n afgeladen. Wat is dit voor winkelcentrum? Er gebeurt echt bijna niks. Maar oké. Ik moet daar opkomen. Hoe kan je opkomen? Oké, hierop. Dat kan. Dat is fijn. Even lopen, want ik heb een beetje haast. Gesloten.
Nou, niet voor mij in ieder geval. Ik ben gewoon even boven te vinden. Als het goed is, moet ze hier ergens zijn. Waar is zij? Ik heb hier wel een ster, maar waar is... Nee, die ben ik te ver weg. Hier zou moeten zijn. Huh? Ik snap het nu niet meer hoor. Is hier niet? Is hier onder dan misschien? Wacht, eventjes hieronder gaan kijken hoor. Loop een beetje door, mam. Is ze daaronder dan? Nee. Huh? Waar is zij? Nou snap ik er oprecht gewoon niks meer van. Nee, ik moet wel echt naar boven. Ik ga nog een keer naar boven, maar ik snap niet waar zij dan... Oh, verkeerde. Ik snap niet echt waar zij is. Want hij zegt gewoon dat ik... midden op het pad moet zijn, maar daar is zij niet. Oké, nou, erg bijzonder dit weer. Even deze kant op hoor. Dan loop ik een klein stukje misschien verder. Nee. Huh? Waar is zij? Zij moet. Misschien is ze hier op, maar dan kan je toch niet op? Ik kan daar niet op. Ik kan daar niet opkomen. Er moet een manier zijn hoe ik daar op kan komen, maar ik kan er niet op. Er zijn overal van die stijgers en zo. Misschien moet ik gewoon even een rondje lopen. Misschien dat het systeem gewoon niet zo ver is. Ik zit die blazen en zoek Alex daar. Jij kan hem waarschijnlijk vinden in het café. Het café. Wat doe ik hier? Ik moet naar het café. We gaan naar het café. Ik weet niet eens waar het café zit, maar we gaan gewoon naar het café toe. Oh, ik snap het al. Ze zit natuurlijk gewoon daarin en daarom... Oh, bruh. Oké, we gaan hier even weg. Ik weet niet waar de roltrap zit. Oh, daar. Nou, nu snap ik het. We gaan hier dus even gauw weg, want ik heb hier voor de rest eigenlijk helemaal niks te zoeken. Boom. Beetje doorlopen, want ik heb wat meer te doen. Oké, snel naar het café toe. Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee waar überhaupt het café zit. Andere kant op, denk. Ik zag dat hier het café zit. Ik ga toch denk ik hier naar binnen. Ik heb gewoon zo'n gevoel dat hier het café is. Nee, dit is de kapper. We gaan toch even kijken hoor. Hebben ze... Wat is dit? Kapper, hebben ze nog leuk haar voor mij? Oh, dit is oprecht leuk. Ik vind dit oprecht heel leuk haar. Wacht, heel even hoor. Ik vind dit oprecht nog leuk haar ook. Nee, dit vind ik dan weer lelijk. Ik denk echt dat ik binnenkort dit ga nemen. Ja. Waar zit dat café? Rustig, man. Het café. Ho, blijf lopen alsjeblieft. Is dit het café? Nee, hè? Nee, dit is niet het café. Waar is het café dan? Is hier dan misschien het café? Weet je, zou ik gewoon hier naar binnen gaan met die purple pony? Pony? Is niet pony. 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 Nee, hier is ze ook niet. Hier staat wel die medicine, maar daar heb ik niet. Koele winkel in Jorvik. Oh, nou, daar kwam ik nou precies net niet voor. Weet je, ik kan het eigenlijk gewoon niet vinden. Wat is dit nou weer? Oké. Heel bijzonder. Zou ik kijken of er nog een leuke outfit is, joh? Man, waarom ook niet? Vast niet. Het is namelijk altijd heel raar hier. Dat bedoel ik. Wat is dit? Waarom zou je dit aantrekken? Waarom? Nee, maar ik krijg het helemaal koud. Ik heb het al koud.
Ik zit al met een dekentje deze op dit op te nemen. Want ja, de verwarming gaat niet aan natuurlijk. Nou, we gaan hier weer uit. Wat hebben we daar? Wat is dit? Wat is dit? Wat is hier? Wat is hier? Even weten wat hier is hoor. Oh, dat is voor een paard. Oeh, dit staat wel heel cool eigenlijk bij hem. Is dat niet verkeerd? Maar alleen het hoofdstel wat er... Wat... Zou ik dit gewoon doen? Maar het is gelijk zo donker. Ja, maar ik wil niet gelijk niet zo donker zijn of zo. Nee, weet je, heb ik geen zin in. We gaan gewoon even kijken waar zij is. Want we gaan gewoon even bij een café. Ik weet dat er hier wel een café zit, dat weet ik. Maar ik weet niet zo goed hoe snel ik nu bij dat café zit. Misschien zit hij hier nog onder, dat kan natuurlijk. Misschien zit het café hier nog onder. Zou ik dat gewoon even proberen? Want dit ziet er ook niet bepaald uit als een café. We gaan hier gewoon even naar beneden. Misschien zit hier onder wel het café. Ik heb een jeuk op mijn rug. Kijk, daar zit wel een café. Volgens mij, maar dat is niet echt... Dat is een winkel. Het zijn niet allemaal winkels, maar... Dit komt het meest in de buurt, denk ik, van een café. Ja! Kijk! Wat doet zij? Hallo? Oh. Ze is een beetje zielig volgens mij of zo. Oké. Ze is bijgewerkt in ons dagboek. Fijn. Praat met... Oh, we mogen weer naar Veeldeel. Ik word er altijd zo gek van. Omdat van hot naar daar, van daar naar daar. Echt, dat irriteert me altijd zoveel. Kunnen jullie niet met je muis doen? We gaan terug naar Fort Pinta. Je moet hier uitstappen. Wens je een hele fijne dag. En welkom terug. Dankjewel. Opstappen. Ik ga iets proberen. Want zie ik dat iedereen dat lukt. Dus mij lukt dat ook. Dat ziet er altijd super vet uit bij iedereen. Oh, dat lukt mij niet. Oh, wacht. Je moet natuurlijk wel stappen. Oh, dit wordt... Oh, jammer, ze zit al. Oei, oh, deze stijger ziet er wel cool uit. Dat wel. Afstappen. Ik wil dat ook even. Dat moet mij even lukken. Opstappen naar voren en dan... Nee, weer niet. Nou, later wel. We doen het later. We gaan even naar de paardentaxi. En ik moet even kijken waar ik heen moet, want dat weet ik eigenlijk niet eens. In Veeldeel. Dus we moeten naar Veeldeel. Valdalen. We gaan even met Starpoint betalen. Toen waren we hier. En dan kunnen we, als het goed is, hier iemand dan met mij willen praten. Ja. Hi. Even kijken hoor. Oh ja,
Dat is leuk. Dat vind ik leuk om te doen. Volgens mij moet ik dat nu doen, toch? Zo nee, dan rijd ik er gewoon heen. Want dan gaan we er tenminste wel even naartoe. Volgens mij moet je dan deze kant op. Wat heb ik dit op mijn rug, man? Oké, ja, we zijn er. Ik heb geen idee wat ik op mijn rug heb. Dit is altijd echt zo moeite om dit te doen. Maar het lukt al. Het lukt. Yo, die wind. Oké, het is geluk. Alles is rust, is altijd in beweging. Overtuig Frip dat je runestok wil, nu. Zelfs sta klaar om runestof te gebruiken. Oké. Wat gaan we doen? Wat gebeurt er? Iemand, help me even. Ik weet even niet goed. Oké. Ja. Oké. En nu? Wat moet ik nu doen? Volg de melodie. Paddock Eiland. We moeten daar dan denk ik nu heen, toch? Oh ja, we gaan er weer uit. Doei! We gaan naar Paddock Eiland. Yeah, oh ja, la, ja, 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 ja. Misschien moet ik eerst nog even terugkomen bij die vrouw of zo, want... Als het goed is er nog iets low. Oh nee. We moeten nu gewoon naar Paddock. Ofwel, jawel, kijk. Door Greendale. Oh ja, dat maakt niet uit. We gaan nu gewoon hier naartoe. We gaan nu naar, oh my gosh. Naar Paddock Eiland. Dat is nog wel te onthouden, vind ik. De rest vergeet ik altijd, maar Paddock Eiland, dat kan ik wel onthouden. We gaan gezellig weer met die... Paddock Eiland. Nu betaal ik me die. Ik weet eigenlijk niet zo goed met wat ik moet betalen. Want ik vind allebei gewoon wel veel geld eigenlijk wat ik ervoor moet betalen. Oh, erg. Nou, ik weet niet wat het is, maar ik pak het gewoon. Oh, het is gewoon een plant. Dat boeit niet. Ik ben niet echt aan het sparen voor die planten, eerlijk gezegd. Als iemand ze wil, ik heb er genoeg. Ik heb er echt ontzettend veel. Ik heb 40 van die bloemen of zo. Ik weet eigenlijk niet eens waar ik heen moet. Ik loop gewoon ergens heen, maar ik weet eigenlijk niet eens waar ik heen moet. Hallo? Iemand leg maar uit waar ik heen moet. Ik moet helemaal naar Paddock Eiland komen, maar waar moet ik nou vervolgens heen? Missie. Hier, oh, ik moet die andere kant op. Ik moet deze kant op. Ik heb namelijk echt totaal geen idee waar ik... ik weet wel waar ik ben, maar waar ik heen moet... Kan ik je niet per se vertellen, zo wel. Oké, nou. Daar gaan we dan. Ik moet even wachten op Alex, want die zou hier ook moeten zijn. Die komt waarschijnlijk in de laatste minuut aan. Of ze komt niet aan, dat kan ook. En dan kunnen we weer terug. Maar ik ga niet weer terug, dat gaan we niet doen. Oh, nou daar komt ze hoor. Wat een toeval, ze komt ineens aangereden. Ja. Is logisch, hè? Ze komt opeens. We doen zo. Pap. Tada. Daar is ze. Even kijken hoor.
geen zin om te lezen. Doei. Wat moet ik doen? Oh, ik moet gewoon weer even met haar praten. Voor de meting, gebruik je. Oh, wat doe ik? Hatskabinja, poem! Ja! Er gebeurt niet zoveel. Oh, meet is begonnen. Ik moet iets gaan doen. Sowieso. Help. Wacht. Je moet... Oh. Oh, wacht. Wacht, even opnieuw hoor. Oké, even op... Is nou letterlijk gewoon heel die steen gestopt met spoken? Oké, we gaan het even opnieuw proberen, want ik snap het nu. Boom, we kunnen dit. Ja, let's go. Let's go, we doen dit. Ja, kom op, mag ik het zien? Dank u. Oké, de zon, ja. Dan moet ik dat andere tekentje hebben. Ik zie ook weer echt helemaal niks. Nee, dat is toch gewoon het goede tekentje. Oh, kak, is het de verkeerde tekening. Dan moet ik die hebben. Dan moet ik... Waar is die? Is dat deze? Nee, deze. Pak hem dan. En dan moet ik nog deze. Boom! Ja! Zie je, ik kan het gewoon meteen. Nou, zullen we het tweede keer doen? Hè? Wat moet ik nu doen? Ben ik eindelijk, ben ik toch? Huh? Wat moet ik doen? Ik snap het even niet. Ik ben toch gewoon Paddock Eiland? Ik snap even niet meer wat ik moet doen nu. Iemand help me even. En dan sluit ik hem denk ik gewoon maar af, want ik weet het even niet. Ik denk dat ik dit de volgende keer ga doen, want ik weet even niet zo goed wat ik moet doen. En ja, in ieder geval, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik in ieder geval wel. We hebben lekker zo stable gelukt en ik ben echt super blij dat we die steen rustig hebben kunnen krijgen of zo. Het is me gelukt, dus daar ben ik heel erg blij mee. Abonneer op mijn kanaal, geef een duimpje omhoog. Klik ook op het belletje, zeker niet vergeten. En zou ik zeggen, tot de volgende video. Doei doei! Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!